Vrijdag zullen de Yunus Flyers het opnemen tegen Ieters Geleen in de halve finale om de beker. Chris Eimers, coach van de Yunus Flyers, is zelf ook oudspeler en coach van de Ieters geweest. Merkt hij grote verschillen? Bijna 300 kilometer in ieder geval. Ik denk dat beide clubs om met elkaar te vergelijken zijn. Het zijn kleinere plaatsen, een heftige gemeenschap. Veel liefde voor zowel Ieters als Flyers. Ik denk dat beide clubs redelijk met elkaar te vergelijken zijn. Ja. Je kent Geleen natuurlijk door en door, dus je weet het verleden. Waar is de kracht van Geleen? Nou, de kracht van Geleen staat in het doel. Sammy is een dusdanig goede keeper die Geleen iedere wedstrijd weer een kans geeft op een overwinning. En op zijn dag heel moeilijk te passeren is. Dus daar ligt hun kracht, daar ligt ook het gevaar van de tegenstander. En verder hebben zij een aantal jongens die natuurlijk de belangrijkste prijs in Nederland hebben gewonnen, drietal jaar geleden. Dus ze weten, de kern van het team weet wat winnen is. En dat is ook wel een gevaar binnen de selectie. En hou je hier ook al rekening mee tijdens de training? Pas je brieven aan? Bereid je de jongens daarop voor? Ja, instelling en motivatie komt voornamelijk vanuit de jongens zelf. Wij bereiden ons net als anders voor op iedere tegenstander. Ik denk alleen wel dat wij tegen Geleen gewoon kunnen uitgaan van onze eigen kracht. En als wij zorgen voor een goede uitvoering, daarmee succesvol kunnen zijn. Je hoopt op veel toeschouwers in de aan vrijdag. Ja, ik denk dat het ook gewoon een leuk adviesje is. Het is een halve finale van de beker. We hebben natuurlijk een hele vervelende zomer gehad. Dus ik denk dat iedereen gewoon inmiddels positief kan zijn over de Flyers en het team dat er staat. En ik hoop inderdaad dat er goed is steun. Dus we hebben eigenlijk ook niet over te klagen normaal gesproken. Maar dat is wel goed, denk ik. Tot slot, er is maar één optie voor deze play-offs. Clean sweep. Kijk, uiteindelijk moeten we gewoon door naar de finale. Dat is de enige optie. Ik denk ook dat als wij twee keer ons niveau halen, dat het gewoon in twee wedstrijden kan. Maar ik denk ook dat we niet moeten vergeten wat vorig jaar aan het eind van het seizoen is gebeurd. En dat we ook gewoon altijd respect moeten hebben voor de tegenstander. Dus zo gaan we de wedstrijd ook benaderen. En als wij ons niveau halen, mag het geen probleem zijn. En het blijft sport om dan maar even met een cliché af te sluiten. Eerder deze week heeft Mitch Bruister zich aangesloten bij de selectie van Heerenveen. Ook hij heeft een verleden met Geleen. Ja, dat kwam namens mijn revalidatie. Ik heb een hernia gehad en toen ben ik via Sportvision, dus dat daar in Geleen, heb ik daar mijn revalidatie gedaan een jaar lang. Dus vandaar was ook de reden dat ik naar Geleen ben. En hoe kom je dan zo in Friesland terecht? Natuurlijk ken ik Chris namelijk. Ik heb al de hele zomer contact met hem gehad en ik ben ook naar Amerika geweest. En dat was het uiteindelijk niet geworden. Toen ben ik teruggekomen en ik zat nog een beetje naar Europa te kijken en ik zat nog maar te wachten thuis. En toen ben ik maar hier gaan beginnen. Wanneer is voor jou nou een seizoen geslaagd? Ja, natuurlijk kampioen worden. Daar gaat het natuurlijk om.